Gemeenten kunnen tot de helft besparen met maaien. Het is vrijdag 18 juni. Dit is Zeeland Nu. Gras laten groeien levert geld en bijen op. Oudste dochter legt ook verklaring af. En schijnt bedriegt in Nieuwnamen. Goedenavond. Gaat minder maaien geld en ook meer bijen opleveren? Dat onderzoeken 6 Zeeuwse gemeentes die allemaal op verschillende manieren het gemeentelijk groen gaan maaien. En het onderzoek heeft al een eerste succes opgeleverd, want in Borselen levert het een besparing op van de helft van het budget. Dat is een voordeel voor de fruitteelt, 1. En 2 is natuurlijk ook een besparing voor onze gemeente, want wij hoeven minder te maaien. En dat scheelt ons toch gauw 20.000 euro op jaarbasis. Dus voor ons is het ook een win-win situatie wat dat betreft. Gras laten groeien gaat op termijn dus geld besparen, maar op dit moment kost het geld. Namelijk ruim 45.000 euro. Het gaat om een onderzoek, begeleid door Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Gekeken wordt wat de beste manier is om openbare gazons te laten groeien, zodat er meer bloemen en planten komen, die dan weer meer insecten zoals bijen aan moeten trekken. Tot nu toe maaien gemeenten over het algemeen alles kort en is er weinig kennis over het laten groeien en de effecten daarvan. Je vindt heel veel meer over van wat doe je tegen het mos, hoe vaak moet het bemest worden en zo. Maar als je juist de natuurvriendelijke kant op gaat, dan is er opvallend weinig informatie. En ja, we kunnen dat gewoon, iedere gemeente kan dat op zichzelf gaan zitten uitzoeken, maar we kunnen ook met elkaar samenwerken. Wat zijn nou de effecten van anders maaien? Minder maaien, niet maaien, wel inzaaien of niet inzaaien? En als we dat dan goed in kaart kunnen brengen, dan heb je ook echt iets in handen om naar andere gemeenten of naar nieuwe gebieden te zeggen van nou, laten we dit gewoon zo doen met elkaar. De kosten zitten nu dus vooral in het onderzoek. Een voorbeeld daarvan is dit gemaaide gras. Goes test of het als voeding voor de grond werkt door het te laten liggen. Terwijl Borselen juist wil kijken of je het niet beter weg kunt halen. Het gras maaien we 2 keer op jaarbasis en dat voeren we ook af. En dat betekent dan dat we over 4 jaar, daar gaan we nu vanuit, dat we dan de helft minder gras hoeven af te voeren. En in Henk en Stand staat politiek verslaggever Heiko Strietman. Heiko, in Borselen levert dit onderzoek al een besparing op van de helft van het budget. Waarom nog verder onderzoeken en niet meteen gewoon helemaal doorvoeren? Nou, omdat elke gemeente iets anders onderzoekt. Neem even dat voorbeeld van het afgemaaide gras. Hier denken ze echt door het weg te halen dat er minder voeding in de bodem komt, waardoor grassen minder snel groeien, er meer ruimte ontstaat voor bloemen. Terwijl Goes juist wil kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk als je het laat liggen? Ja, dat willen ze dus allemaal mee gaan nemen in dat onderzoek dat 3 jaar gaat duren. Nu is de bijenafname al jaren aan de gang. Nu wordt het pas onderzocht. Dan vraag je jezelf toch wel af, waarom doen ze dat nu pas? De gangbare gedachte was altijd, het moet zo strak en kort mogelijk, dat gras. En je zou kunnen zeggen dat daar nu een verandering in komt. En dat heeft mede te maken met het feit dat 3 jaar geleden de Zeeuwse bijenstrategie is ondertekend. Waarin is afgesproken, oké, we moeten iets doen om die bijenpopulatie in Zeeland te laten toenemen. Nou, we staan hier in de gemeente Borselen, de grootste gemeente als het gaat om de fruitteelt. En die sector zit met name te springen om meer bijen voor de bestuiving van de fruitbomen. Ja, meer bijen dus en soms wel 10.000 euro's besparing. Toch kost dit onderzoek 45.000 euro. Wie betaalt er eigenlijk allemaal aan mee? Nou, de provincie die betaalt de helft. De rest wordt bijgelegd door de gemeenten die eraan meedoen. Dat zijn er op dit moment 6. Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft laten weten dat de 7e gemeente, dat is Capelle, inmiddels interesse heeft getoond. En de verwachting is dat uiteindelijk alle Zeeuwse gemeenten wel aan zullen haken. En dan moet er over 3 jaar een plan van aanpak liggen per gemeente. Met aan de ene kant dus die besparing van duizenden euro's. En aan de andere kant, als het goed is, de toename van de biodiversiteit. Heiko vanuit Henk en Sand, dankjewel. Op de 2e zittingsdag van de vrouw die terecht staat in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak heeft de oudste dochter alsnog een slachtofferverklaring afgelegd. Gisteren deed haar zusje dit ook al. De oudste dochter, die jarenlang is misbruikt door de ex-vriend van haar moeder, schrijft dat ze zich na de jaren vies en niet de moeite waard voelde en dat ze een auto-ongeluk veroorzaakte in een poging zo een einde aan haar leven te maken. De advocaat vindt dat de verdachte nu lang genoeg heeft vastgezeten. En ze vreest ook dat de verdachte de celstraf van 10 jaar, die het OM gisteren eiste, niet zal overleven vanwege haar gezondheidssituatie. De rechtbank doet op 19 juli uitspraak. En eerder is de man al veroordeeld tot 8 jaar cel met TBS en dwangverpleging.
De N57 tussen Burg-Haamstede en Seroskerke op Schouwen-Duiveland was vandaag urenlang dicht, omdat er een gekantelde vrachtwagen met 30 ton aan heipalen op de weg lag. Voor omwonenden was het even schrikken. Je zat net met de fiets staan hier zo te wachten om over te steken en je ziet zo'n paar heipalen op je afkomen. Ik zeg, dan zou het wel eens heel anders af kunnen lopen met je. Dat is best heel gevaarlijk. We waren blij dat we thuis waren. De vrachtwagen is geborgen en rond 3 uur is de weg weer open gegaan. Het Tolse raadslid Michael Schone is geschrokken van de dreigementen die hij heeft gekregen, omdat hij voorstander is van vaccinaties. In een anonieme brief werd stevige taal geuit en dat heeft veel impact gehad. Nou, ik schrok het meeste dat ze eigenlijk afsluiten van we weten u te vinden. En dat die brief ook echt in mijn bus zat. Dus dat is vooral waar je van schrikt, dat iets thuis jou dat overkomt. Naar aanleiding van de dreigbrief heeft Schone veel steunbetuigingen gekregen. Eigenlijk door heel het land heen, waar het toch wel begint met Tolen en de gemeente Tolen en ook mijn werk, gezinssituatie, ook de buurt. Ontzettend veel steunbetuigingen ontvangen en dat doet ons ook goed. Schone heeft aangifte gedaan van de bedreiging. Alle VMBO-leerlingen van het Ostrea Lyceum in Goes zijn naar huis gestuurd vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen op school. Er is nog geprobeerd de verspreiding een halt toe te roepen door alleen het derde jaar naar huis te sturen. Maar vandaag zijn daar de overige leerlingen bijgekomen. Het is de bedoeling dat de school maandag weer open gaat. En Nieuw-Namen vlagt net zo fanatiek voor Oranje als de Rode Duivels. In het grensdorp hangen de aanmoedigingen gebroedelijk naast elkaar aan de gevels. Maar van die vriendelijkheid blijft in de huiskamers weinig over. België des huis is mijn moeder en die is momenteel niet thuis, dus ik kon gewoon helemaal terug gaan. In Nieuw-Namen wonen veel gemengde gezinnen met een Nederlandse en Belgische ouder. Dus hoe gaat het eraan toe tijdens een eventuele finale tussen beide landen? Dat zie ik wel zitten. Oh, misschien niet helemaal. Ik denk dat het huis dan wel een beetje een slagveld gaat worden. Oorlog wil ik niet zeggen, maar het zal er wel aan de buurt komen. Na 10 jaar Feyenoord begint Bart Nieuwkoop uit Tolen deze zomer aan een heel nieuw avontuur. Hij gaat spelen bij Union Sint-Gilles, een ambitieuze club uit Brussel die de 25-jarige Nieuwkoop overtuigde om de stap naar het buitenland te maken. Ook al woont Bart Nieuwkoop al lang niet meer in Tolen, toch komt hij er nog graag. Straks gaat hij naar België verhuizen en voor het eerst voetballen bij een buitenlandse club. Union Sint-Gilles promoveerde afgelopen seizoen naar het hoogste niveau van België en verzekerde zich daarna van de diensten van Nieuwkoop. In eerste instantie wist ik vrij weinig van die club. Maar goed, mijn zaakwaarnemer kwam ermee en had een presentatie meegestuurd. Die heb ik natuurlijk gekeken en dat klonk heel, heel erg interessant. Voelde allemaal heel goed en ze wilden me heel graag erbij hebben. Dus op een gegeven moment ga je dan de plussen en de minnen natuurlijk optellen. En er waren op een gegeven moment veel meer plussen dan minnen. Dus gezegd van ja, oké, dan gaan we het doen ook. In april kreeg Nieuwkoop te horen dat zijn aflopende contract bij Feyenoord in eerste instantie niet verlengd werd. Na 10 jaar Feyenoord vond Nieuwkoop zelf ook dat het tijd was voor een andere club. De stap naar het buitenland wilde ik wel graag maken om in een andere competitie te spelen. Dat je weer nieuwe stadions ziet en dat je weer nieuwe elf tegen nieuwe teams komt te spelen. Dat erbij komt dat je dan ook nog steeds gewoon dicht bij de familie zit, vind ik gewoon extra prettig. Toen Nieuwkoop 15 was, ging hij van RBC Roosendaal naar Rotterdam, waar hij uiteindelijk 81 wedstrijden speelde in het eerste van Feyenoord. Hij won de Johan Cruijffschaal, 2 KNVB-bekers en werd natuurlijk landskampioen in 2017. Op dat moment speelde ik ook veel wedstrijden en ook de kampioenswedstrijd mocht ik spelen. Dus als jongen droom je ervan om in de Kuip te spelen, maar uiteindelijk wil je ook prijzen winnen. En dat je dan na zo'n lange periode met zo'n grote club weer een prijs wint en je bent daar onderdeel van, ja, dat is geweldig en dat pakken ze ook nooit meer van jou. Nu neemt Nieuwkoop dus afscheid van Feyenoord, maar hij zal de club altijd dankbaar blijven. Prachtige tijd, tijd die ik nooit zal vergeten en heel veel geleerd. Als je als 15-jarige jongen, als puber daar binnenkomt, dan zit er ook nog een deel opvoeding in natuurlijk vanuit de jeugd. Dus ik heb heel veel aan Feyenoord te danken, zeker. Er werd noodweer voorspeld overdag, maar dat blijft vooralsnog uit. Het was zonnig en ook bewolkt. Het werd toch nog zo'n 28 graden.
Maar de verwachting is dat de komende uren het weer wel gaat omslaan. Er is dan kans op lokale stevige onweersbuien die plaatselijk ook voor veel regen kunnen zorgen en windstoten. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig, grotendeels droog en een stuk koeler dan vandaag. Dat dus vanavond en morgen. Voor nu nog een fijne avond, een goed weekend en tot morgen.